Hallo, goedemorgen. Ik moet even sturen. We zijn onderweg naar Bessum, naar de Spekdonker. Ja, de vaste kijkers weten dat we daar regelmatig komen. En ook nu weer. Gaan we lekker oud en nieuw vieren. Anders als normaal natuurlijk, maar ja. Het is toch eventjes lekker even weg. Klein stukje, dan zijn we er alweer. Dus wordt vervolgd. Heeft even geduurd. Maar we hebben nou eindelijk een oliebol die ik ook lust. Bedankt en maat. Hallo allemaal. Het is vandaag, wat is het? 1 januari. Hey, 2021. Hey, dus het is vandaag 1-1-2-1. En morgen is het 2-1-2-1. Ja. Ja. Daar staan we. Op campplaats Spekdonker. Dat hebben we allemaal beleefd gisteren. Oud en nieuw doorgebracht. We hebben vandaag een speurtocht gedaan. Dat hebben we ook nog gedaan. Wat hebben we gisteren nog gedaan? Gisteren Niks. Hebben we soep gekregen. Soep hebben we gegeten. Vlamkugel, toetje. Het allemaal aan de camper gebracht. Dat is perfect. Vanmorgen met alle camperaars bij elkaar getoasten. Nee, niet bij elkaar. Niet allemaal bij de camper staan. Bij en dan toast op afstand. Bij de camper toasten op het nieuwe jaar. Nou, dat ging ook goed. Dus het kamperen is gewoon heel goed mogelijk in deze tijd, zeg maar. Nou, we hebben gisteren niet gefilmd, we hebben lekker een rustdagje gepakt. En we gaan vandaag gewoon lekker frisse tegenaan. Het is alweer avond, dus we gaan binnenkort weer starten met de nieuwe vloggen. Pak even een paar mooie foto's ertussen. Verlicht de campus. Een paar mooie foto's van de campus, daar komen ze. Mooi paadje ontdekt. Tenminste hebben we het niet ontdekt, we hebben het al een paar keer eerder gezien. Maar eigenlijk nog nooit overheen gelopen. En aangezien ik 10.000 stappen per dag wil gaan zetten dit jaar. Ja, we gaan wel kijken hoe lang we het volhouden, maar dat is in ieder geval het streven. Het is wel leuk om even dit paadje mee te pakken. Geen idee wat het, waar het uitkomt, zeg maar. Maar kijk. Ja, mooi verhoogd paadje door het bos. En het ligt eigenlijk ook op, 10 minuutjes lopen van de camperplaats vandaan. Heel mooi paadje. Kijk, nu is het natuurlijk winter. Dus alles een beetje saai, maar het is wel heel gaaf gemaakt. Kijk maar.
We willen bij deze iedereen bedanken voor de gezellige dagen op de Spekdonker. Ja, anders als normaal, maar ja, het was toch nog wel gezellig. Toch nog wel gezellig. Met afstand. Drankje gedaan op afstand. Dus, Het was allemaal perfect geregeld weer hier zo op de camperplaats. Ja. We hebben niet heel veel gefilmd, want ja, we hebben een soort vakantie gehad, zeg maar. Een YouTube vakantie. Een soort verlof. Een soort YouTube verlof hebben we gehad. Maar we gaan dit jaar gaan we jullie weer helemaal, hoe zeg je dat? Voorzien van leuke filmpjes. Ja, overspoelen wou ik zeggen. Nou ja, de een vindt het overspoelen en de andere, ja, moet maar kijken. We gaan in ieder geval een hoop filmpjes maken, hopen we. We hopen natuurlijk allemaal weer dat we mooie trips kunnen gaan maken, verre trips. Want ja, het liefste gaan we toch een keertje helemaal naar het zuiden en een keertje helemaal naar het noorden. Maar goed, ja, het ligt er allemaal aan hoe het gaat, maar ja, dat hoef ik niet uit te leggen natuurlijk. En jij nog wat? Iedereen nog de beste wensen, maar dat hebben we al een paar keer gedaan, maar alsnog. Allemaal de beste wensen, maak er heel mooi gezond en... Bedankt voor het kijken en het abonneren het afgelopen jaar. Ja. Mazzel die is even knock-out. Mazzel, kom er eens even bij. Even kijken, Mazzel. Kom even in de camera kijken. Kijk. Nou, Mazzel die... zijn pootjes zijn dit jaar weer wat korter geworden van vele lopen. Heb eelt. Ja, we hebben goede voornemens. We gaan nog meer lopen. Tenminste, ik in ieder geval. Ga het proberen om 10.000 stappen per dag minimaal te zetten. Nou, dat is met Mazzel al gauw 50.000, denk ik dan. Ah. Maar goed, we gaan het zien. We gaan mooie trips maken. Iedereen bedankt voor het kijken. En meer heb ik niet. Tot de volgende, zeggen we dan maar. Tot de volgende. De Mazzel.